Ja, goedemorgen beste kijkers, het is 26 augustus 2020. Vanaf Santorini, Kamari, laat ik jullie het appartementencomplex zien waar mijn vrouw en ik verblijven deze vakantie. Black Sand appartementen. Er wordt ook al netjes geveegd. Ik praat niet al te hard, want het is nog vroeg in de morgen. De zon is aan het opkomen. Ik laat even het hoekje zien waar wij logeren. Daar, kamer 216. Hier beneden is de receptie. Ontbijt wordt hier gegeten in normale tijden. Uitzicht op de berg. En daarachter die deur is onze ingang van het appartement nummer 218. Dat is een mooi zithoekje onder de boom. En bij dat zithoekje is ook een boekenkast.
Er staan ook Nederlandse boeken in. En in dit appartementencomplex logeren veel Nederlanders, Engelsen en soms wat Fransen en Italianen. Dus dat is een beetje de hoofdmoot. De bar. En voor de liefhebbers wat ijs. We kunnen inmiddels zien aan de berg dat de zon aan het opkomen is. Camari is aan de oostkant van Santorini. Vandaar dat ook hier de zon opkomt. Maar je ziet hem uiteraard ook ondergaan, want zo groot is Santorini niet. De westkant van Santorini is het bekende, wat drukker, dat is de Caldera, de vulkaankant. Met de hoofdstad Vira. En is daardoor ook veel duurder, maar ook drukker. Dan aan deze kant, de oostkant. Terwijl je hier vandaan met de auto, 15 minuten, je bent in de hoofdstad van Santorini. Dus een reden die ik me kan voorstellen dat je aan de westkant gaat logeren in een hotel of appartementencomplex, is het natuurlijk de uitzicht over de caldera en de vulkaan. Maar hier vanuit het Camari kan je het hele eiland binnen korte tijd met een huurauto of een scooter makkelijk bestrijken. Dus het zwembad. Aan het einde van het zwembad, dat halve rondje, dat is ook het bubbelbad. Op een knopje drukken en je kan heerlijk bubbelen. Thank you.
Dit appartement heeft ook twee bruidssuites. Dat is hier zo boven. Maar ook aan het begin, waar ik binnenkwam, daar zit boven ook een bruidssuite. Daar zit ook een jacuzzi. Dus voor liefhebbers kan dat de moeite waard zijn. En het einde van de zwembad. En dat is denk ik ook een mooi punt om deze video te beëindigen. En iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.